Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. We zijn vandaag voor jullie helemaal achter naar België gereden voor de luxe resort hier achter ons. Ziet er van buiten een beetje vervallen uit, maar van binnen kan het er super vet uitzien. We gaan kijken wat er allemaal te vinden is en we nemen jullie mee. We komen hier binnen in het hotel. We lopen meteen de trap omhoog, want we zien allemaal muurschilderingen tegen de wand aan. En hier, ik denk dat allemaal de omliggende dorpjes zijn. Met iedere foto heeft een aparte kerk. Er staat een naam onder. En dan zit hier over de hele bovenverdieping tegen de wand aan geschilderd. Het ziet er echt super vet uit. When the lights go down. Op de bovenverdieping waar we net waren met een mooie muurschildering ziet het er eigenlijk heel oud en vervallen uit, een heel oud tapijtje. Dan lopen we verder op de bovenverdieping en dan kom je hier een hele mooie tegelvloer. Mooi behang, ziet er allemaal mooi strak en luxe uit. Ik ben benieuwd of we nog allemaal tegenkomen. Ik sta hier nou op een balkon, dat is denk ik een soort van suite geweest. Had je een super luxe badkamer, een balkon bij je kamer. Moet je eens denken hoe het er vroeger hier uit heeft gezien. Mooi uitzicht. Dat is echt super vet geweest. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh. We hebben hier nou in een luxe hotel ook gewoon een zwembad gevonden. Het water is wel iets minder schoon als in de vorige villa we waren. Maar toch wel vet om te zien dat hier toch wel veel vette dingen zijn geweest nog. Bijvoorbeeld hier is ook nog een zwembad. Ik zag net al een jacuzzi daar. Dat is wel echt super vet hier. Yo mensen, we staan hier nu in de sauna. En het rare aan deze sauna is dat de bankjes wit geverfd zijn. Normaal heb je altijd van die houtkleurige bankjes. Maar het is wel echt een vette cabine, zoals je kan zien. Yo mensen, zoals ik net al zei, was de sauna niet houtkleurig. Maar ik loop gewoon een stukje verder. En ik zie wel gewoon een traditionele houten sauna. Dat is toch wel mooier, vind ik. Zit wel lekker, alleen het is nog niet echt warm. Het vriest buiten. We zijn hier nu op de bovenste verdieping, het is hier echt fucking groot, heel de bovenste verdieping, het is echt een penthouse suite. En dan hier is een bubbelbad en aan de andere kant van de gang is ook gewoon nog zo'n groot bubbelbad. Het ziet er echt fucking vet uit, overal spiegels hier. Het is echt niet normaal, het is echt vroeger kei super mooi geweest.
Yo mensen, dat was weer het einde van deze aflevering van Urbex Explore. Echt een super mooi huis. Jammer dat er veel vernield is. Het heeft er vroeger echt super vet uitgezien. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer.